Ik heb ook echt nog iets heel erg leuks binnengekregen. Dat zijn... Goedemorgen, het is dinsdag en we zijn uiteraard aan het klaarmaken voor school. Hierna nog 8 dagen en dan vakantie, dus echt zo fijn. Wat heb ik vandaag aan? Deze blouse die eigenlijk ook Colbert is bij dat pak van Envy. Ik vind het zo leuk, want hij is leuk zo op een spijkerbroek. Maar ook op de pantalon die erbij hoort, de pantalon los is leuk. Dus ik vind het helemaal geweldig. Levi's Super High Rise jeans en deze schoenen van Linea Zeta. En ik heb deze oorbelletjes in, die ringetjes en deze knopjes. Oh ja, mijn huid, echt. Ben Sarah de tas ook aan het inpakken en dan gaan we de deur uit. Weer thuis en ik eet 's ochtends natuurlijk altijd een banaantje. Dus nu altijd ontbijt deel 2. Nu bedacht ik me, ik heb nog een paar pancakes over van gisteren. Dus die ga ik even klaarmaken. Pancakes met jam, echt een van de allerbeste dingen die er bestaat. Ik heb ook echt nog iets heel erg leuks binnengekregen. Dat zijn deze brillen. Die zijn van Illimix. Dat is een Amerikaans bedrijf. Ik heb deze binnengekregen. En ik heb deze binnengekregen. Ik vind ze echt, echt heel cool. En ik moet zeggen dat ik ze echt heel fijn vind zitten. En ik heb niet het grootste brillenhoofd, maar ik vind ze echt perfect. En daarbij heb ik echt iets heel erg leuks, want ik heb nog een bril gekregen. Dat is deze. Deze vind ik ook echt super. Heel erg spiegelende glazen. En ik vind de pootjes ook heel erg leuk. Die zijn echt nude, zeg maar. Clean. Deze bril kan je winnen. Wat moet je daarvoor doen? Je moet openbaar geabonneerd zijn op mijn kanaal. Bij 400 abonnees geef ik deze bril dus weg. Reageer hieronder ook even als je meedoet met de actie. Wil je extra kans maken, dan kan je naar mijn Instagram pagina gaan. Dat is ook Mama Ophakken. Daar plaats ik ook een foto met de winactie. Doe je daaronder mee, dan moet je mij volgen en daaronder even reageren. Dan maak je dubbel kans op de actie. Vind je het wel leuk of... om de brillen te hebben of heb je geen zin om te wachten op een actie, heb ik ook nog een kortingscode. Die kortingscode is ook Mama Ophakken. Ik zal de link van de website hieronder ook plaatsen. Dan kan je gewoon doorklikken. Kan je ook zelf bestellen met 30% korting. En dat geldt op alle zonnebrillen en op alle telefoonhoesjes. Onderweg naar een afspraak en natuurlijk met mijn nieuwe zonnebril op. Ik vind hem echt fijn zitten trouwens. En ik vind hem echt heel leuk. Jeetje, het is echt gewoon thuis spullen neergooien en weer de deur uitrennen. En naar school. Af en toe. Vanavond ben ik ook nog weg. Het is druk. Ik heb deze kleine gup weer opgehaald. En we gaan douwen. Ja, mijn moeder belde, die is terug van vakantie. Hey. Dus we gaan even snel daar langs. Maar ik ga dadelijk ook alweer met mijn moeder mijn broertje weg. Dus ik ga daar nu langs met Sarah naar huis. Gaan we eten en dan haal ik mijn moeder en mijn broertje weer op. Nou, zo blijven we gaan. Maar wel even gezellig. Wat gaan jullie dan doen? Wij gaan naar de bioscoop, naar een grote mensenfilm. Oh, jullie zijn ook vaker geweest. We zijn ook ouder. En jij bent ook vaak met ons naar de bioscoop geweest. Zullen we nog een klein stukje lopen? Mama, ik heb een autosleutel wel bij me. Dan gaan we zullen gelijk we de door. Volgende keer gezellig met z'n vriendjes? Dat is misschien een idee. Dan moet je zo dan vragen aan... Het is een geheim.
zijn. Oh. Alleen oma mag tekenen. Oh, dan moet je dat aan oma vragen. Moeten we wel een film zoeken die voor alle vier leuk is. Is dat een goed idee? Nog een Pokémon-film. Pokémon-film, wie weet. Sarah kreeg dus even een souvenirtje van mijn ouders. Die heeft de eerste echte merktas gescoord. Echt te grappig. Oh, wil je hem zelf laten zien? Tuurlijk, had ik eigenlijk moeten weten. Laat hem maar zien. Vind je hem mooi? Ja. Ja, hij is een beetje gezellig om uit eten te gaan, is het dan leuk? Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, ik vind hem niet voor mee naar school voor jou. Dat vind ik echt een beetje te veel van het goede. Maar hoe geweldig is die? Ben je onderweg? Oh, loopt hier echt politie op straat? Heel hard dit. Midden op straat. Nu naar mijn moeder en mijn broertje, die ga ik ophalen. En dan even naar de bioscoop. Ik ga trouwens naar John Wick. Ben je er klaar voor? Ik zo netjes op, Benny. Oh, hij ligt op je stoel. Dat is nog moeilijk ook. Maar ik kwam al verder. Oké, drie maskers, hè? Dan mag jij proberen. Hé, hey, hij was wel echt bijna. Nou, één keer nu raak. Had iedereen nog pijn ook? Ah, ik ga ze netjes opruimen. Ik ben thuis en ik ga lekker slapen, dus tot morgen. Doei!